Een hele goede morgen. Ik kijk een beetje in de zon. Maar we zijn er weer. Allereerst, leuk dat je weer kijkt. We krijgen veel leuke reacties op wat we doen. Op de vlogs en op de films en op de foto's en de wallpapers en alles. Dank daarvoor. Om gelijk een brugje te maken. Gisteren was ik ook op het water en toen heb ik katamarans gefilmd. En op een van de katamarans had een cursist die had bezoek van zijn ouders. En die sprak ik. Ik vroeg aan de moeder, wat zou jij nou graag willen zien? Ja, we willen wel wat meer weten over instructeurs zijn. Gisteren heeft Mathilde een diploma gehaald als instructeur zijnde. I4. Het zegt mij niet zoveel, maar daar wil ik wel wat meer over weten. Dus ik ga even naar Mathilde toe en ik ga vragen wat dat precies inhoudt, zodat we het ook weer met jullie kunnen delen. Alright? Kijk eens, dames en heren. Dit zijn de meest positieve cursisten en instructeurs van de week. Waarom? Optimisten! Altijd positief! Altijd positief! Dat bedoel ik! En toen was ik opeens bij... De jeugdboot. En dit is Anna, hè? Dit is Anna. Klopt. Mag ik hier wat vragen? Ja. Ja? Deze week valt me iets op. Maar misschien is jullie ook opgevallen, maar er zijn heel veel dames deze week. Ja, dat zeker. Hoe komt dat? Ja, gewoon. Omdat de dames gewoon lekker zijn. Ja. Is dat zo? En wat zijn jullie vandaag gaan doen? Wat gaan jullie doen? Opkruisen. En hoe we zorgen dat we niet keihard tegen de kant aan knallen. Ja. Hoe doe je dat dan? Roer los en zoutje los. Ja. En dan ga je langzamer of harder? Ja. Langzamer? Ja, want dan doe je niks meer met je zoutje. En wat kan je nog meer doen als je niet wil botsen? Je kan ook lekker aan mij vragen. Lieve Anna, wil je me alsjeblieft afhouden? Ja, maar jullie hebben wel een bijzonder bootje. In de zin dat daar zie ik achter jullie, vaart nu iemand in een rode. De leerling. En wij hebben de opties. Ja, er is wel een verschil. Ja. Wat is het verschil dan? Je hebt voor één persoon. Je hebt één zelf. Zij hebben een veel leuker kleurtje. Ja, vind je die kleur leuker? Ja, ik wil ook een... Eigenlijk moeten we rood verven. Als jij jouw boot een naam mag geven, welke naam zou die dan geven? Ik ken een instructeur bij de Beert, die heet zo. Nou, echt? Ja. Ik weet niet of je kijkt, Meerte, maar als je kijkt, er is nog een Meerte in een boot die heet Meerte. Hoe leuk is dat? Zo. Hoppa. Doei. Hey, welkom op mijn eiland. Jouw eiland? Nee, ik heb het voor één dagje gekaapt. Ja, want ze zijn even weg, hè? Ja, zeker. Dus ik heb lekker alle ruimte nu. Heerlijk. Ik zie daar wel iemand van het eiland. Oh shit. Wat doe jij op mijn eiland? Ja, zie je. Waarom zijn er geen eilanders nu? Ja, die zijn op tocht. Klein, waar gaat de tocht naartoe? Heeg. Heeg? Naar Heeg, ja. Okay. Veel plezier bij de snackbar dan, hè? Ja, dankjewel. Doe je ze allemaal de groeten? Ja. Box. Mathilde, hè? Ja. Voor mij heb jij gisteren een diploma gescoord. Een diploma gescoord, ja. Ja? Ja, klopt. Maar ik begrijp iets niet. Je traint mensen om een diploma te geven. Ja. Maar je verdient er zelf ook een. Hoe kan dat nou? Je hebt toch al je diploma's al? Ja, daar vraag je me wat, Joost. Hoe zit dat? Ja, dat is best ingewikkeld. Maar we hebben op de zelfschool hebben natuurlijk verschillende niveaus waarin je les geeft. Wacht even hoor. Ja! Ik kom zo! Zij gaan namelijk zo meteen een dansje doen. Zij is nu aan het oefenen. Maar je hebt dus op de zelfschool verschillende niveaus van instructeur zijn. En als je begint, dan doe je dus je I2 en je I3. Instructeur 2, instructeur 3. Jij hebt gisteren een diploma gescoord, dat was ZI 4. En waar staat ZI voor? Zeilinstructeur. Kan je dat net zoals de kinderen in één week halen? Hoe gaat dat? Daar ben ik wel een tijdje mee bezig geweest. Ja. Ik denk 2 of 3 jaar. Zo lang? Ja. Jij ook nog trouwens? Ja, ik ben er vorig jaar heel druk mee bezig geweest. We moeten er allebei nog één en dan zijn we officieel helemaal klaar. Wat, nog één toets of zo? Ja, nog één keer moet er iemand met ons meekijken hoe wij lesgeven. Ja. En zo blijven wij ook de hele tijd bezig met onszelf verbeteren. Zodat wij weer beter de instructeurs kunnen helpen. Zodat die weer beter les kunnen geven. Juist, ja. Ja. En krijg je dan als je je ZT4 had, zoals jij, krijg je dan ook een diploma? Nou, ik heb een heel mapje vol met dingen die zijn afgetekend. Ik moet een heel schrift maken met alle dingen die ik heb gedaan. Dus daarin staan wel allemaal vinkjes en krulletjes. Dus die bewaar ik heel goed. Maar ik krijg geen diploma. En ik moet niet boven het bed hangen. Dat is toch echt wel jammer. Ja, vind ik wel jammer. Ik wil wel een ZT4. Kun je dat niet regelen, Joost? Kunnen we wel een verzoekje doen dat iemand een zeilinstructeur diploma vormgeeft? Ja. Dat zou echt cool zijn. Dat zou wel heel leuk zijn. Want dan kan je die boven je bed boven hangen. Ons bed hangen. Ja. Als er nou iemand dat maakt, die kunnen dat even mailen naar info@debeert. En... wat krijgen ze ervoor?
Krijg je er ook nog iets voor? Nou, ik heb daar wel veel voor over, hoor. Je hebt er wel veel voor over? Ik, ik heb er sowieso een popsocket voor over. Kijk, dat is ook heel leuk. Ik denk dat wij daar ook wel iets leuks voor kunnen bedenken, Til. Barkaartje of zo. Zo. Strooien. Oké, okay, dames en heren, daar staan ze al, hoor. Ze staan klaar. Nu gaat er iets gebeuren. En wat er gaat gebeuren, ik ben heel benieuwd. Want we varen er gewoon langs. Hey! Nice. Ja, dansen kunnen ze wel. Maar Anouk, even vraag aan jou. Jij hebt deze week, bent ook al de hele week hier. En volgens mij heb jij geen cursisten. Nee. Maar je bent wel lesgever. Wat doe je allemaal deze week? Ja, ik ben deze week eigenlijk aan het meevaren. Dus met alle instructeurs ga ik bij iedereen langs. Dus ik ga op de Valken, ik ben bij de Katamaran, bij Surf, bij de Topaze. En ook bij de Leerling. En ook de opties, die zijn er ook deze week. En dan ga ik eigenlijk meekijken met de instructeurs hoe zij het doen. En waar wij ze bij kunnen helpen, zodat ze nog beter hun uitleg kunnen geven. En dus nog beter les kunnen geven. Aha, dat is ook onderdeel van het ZTV-programma. Ja, dat is ook onderdeel van het ZTV. Heb jij dat ook allemaal gedaan dan? Ja, wij doen het nu samen. Oh, jullie doen het zelf samen, ja. Want ik zag jou net in dit bootje, achter een andere boot. Je wil natuurlijk niet aan boord, omdat je dan echt midden in hun les zit. Maar als je er zo achter hangt, kan je wel goed horen wat ze zeggen. Ja. En kun je toch wat luisteren. En de valk heeft nog een heel speciaal plekje waar je dan kan zitten. Dat is heel fijn. Achterop een valk, kunnen we zo meteen wel laten zien. Nou, daar heb ik een shirtje van. Ik zag jou net achterin zitten. Ja. Nou ja, daar zitten we dan. En dan zit je niet midden in de boot, daar zitten al wel cursisten en een instructeur. Dus ja, dan wordt het al best wel vol en je moet de hele tijd van kant wisselen. Dus dan kunnen wij heerlijk lekker achterop. Hebben wij ons eigen plekje. Voetenbakje. Ja, dat voetenbakje. Ja. Wat is dat voor voetenbakje? Nou, daar stiekem doen we daar wat water in en wat zeep. En dan hebben wij een bubbelbadje. Ja, voor de gewoon een spa-kuurtje. Een spa-kuurtje achter op de kiel. Achterop op de bank. Goed, dames. Ik ga jullie weer aan het werk zetten, want ik moet nog even naar binnen. Jeugdboot meekijken? Ja. Bij de instructeurs van de jeugdboot meekijken? Ja, daar gaan we kijken hoe gezellig het daar is en hoe zij het eiland hebben overgenomen. Ja, alright, kijk maar. Dat doe ik altijd bij iedereen. Oké, veel plezier nog. Ja, dankjewel. Het vliegtuig gaat ook mee. We zagen al F-16 net. Zag je een F-16? Ja. Oh, dat geluid ging hard. Ging hard, hè? Oh. Of waren het F-35? Nee, ik heb daar geen verstand van. F-38? F-38X. Dat is race. Dat is een nieuw modelletje. Ja. Hoi. Komt er een valk voorbij. Ja. Die hebben ook een heel leuk dansje. Oh ja? Ja. Het leukste van dit dansje is ook nog dat ze er ook nog iets van leren. Oké, dames en heren, daar komt ie, hè. Het dansje van de kielboot met de instructeur Sophie, waarbij je iets kan leren. Let op. In de wind, aan de wind, halve wind, ruime wind, voor de wind. Ruime wind, halve wind, aan de wind, in de wind. Nou, dat was wel duidelijk. Ja, toch? Dat waren de zeilstanden, dames en heren. En voor mij deden ze dat met de handen. Ja, ik kon ze precies weten als je daar bent, dan is daar dus. De wind komt daar vandaan, dus in de wind. Ja, nice. Hey. Check dit dan. Hey! Ja. Ik krijg hulp van zeilinstructeur Anna, die doet even de boot vast, en hier Oxy. Alright. Dames, dankjewel dat jullie me even wilden helpen. Alsjeblieft. Dit was toch weer een week 7, tenminste. Helaas. Ik kijk altijd even een beetje mee met wat er hier allemaal gebeurt. Tot volgende week vlog. Volgende week is week 8. Tijdens week 8 zijn er niet zoveel kleine kinderen. Wat... Nee, de jeugdboot is er nooit in week 8. Nee, dus dat is een verschil. Dan heb je heel veel valken. Ik heb nog een kleine toevoeging, wat ik nog wilde zeggen. We hebben wat reacties gekregen van de kijkers. Ik kwam er gisteren eentje tegen op het water. Ja. En dat was de moeder van een cursist. Ik vroeg haar van, wat zou je graag willen zien, wat je normaal nooit ziet? Want dat is namelijk wat we met de vlog goed kunnen doen. Stel nou dat je iets hebt, wat je heel graag wil zien. Dat kan natuurlijk een boot zijn, of een plek. Een leuke instructeur. Of een leuke instructeur. Ja, ja. En er zijn heel veel dingetjes die we kunnen laten zien. En als je iets wil weten, laat het even in de comments. Dan nemen we dat zet even het in mee. De reacties. Ja. Dus. 1, 2, auf Wiedersehen. I got a boom chicka. Ja, die ken je. I got a boom chicka boom. I got a boom chicka rock. Chicka rock, chicka boom. I got a boom, chicka rock, chicka rock, chicka boom. Ayo, ayo, nog een keer, maar nu, niet meer. Nee, niet meer.